We stonden klaar voor ons tripje naar... Texel baby. Texel baby. De crew voor vandaag. Ikke. Tim. Ikke. Nee. Kim. En... Wacht, daar is hem. Ja. Jan gaat ook mee. De Jean. Onze moed daar. CPO, wat staat in daar? Daar. Daar. Ja, staat klaar. Net gewassen. We hebben juist een buiken over ons kop gekregen. Ik had dat wel een beetje zien. Het is geen ideaal weer nu om te vertrekken. Maar tegen dat we klaar zijn. Een blue hole. Enter de blue hole. Blue hole. Daar, wacht. Daar. Gezien? Een blue hole. Dus het zal wel lukken. Het zal wel lukken. Zeg, gasten. We gaan alles in gereedheid brengen. En we komen straks terug met een update. Tot straks. Hey. Yo. Ja, we zijn getankt. Ja. Toch tegen dat we kunnen meepakken. En de bagage is geladen. We gaan dat hier direct een keer toon zien hoe dat we dat gedaan hebben. Vakkundig gestapeld noemt dat. Lekker vol. Kijk. Lekker vol. Dus ja, moet er nog iemand nevens zitten ook. Ja. 3 personen, volgestopt met bagage. Binnen de limieten. We hebben juist gepast naft mee. Ja. Oh ja. We zijn nog over. We zijn nog een beetje over. Boven de wettelijke reserve zelf. Ja. Dus, om we nu nog een keer zeggen dat het geen reistoestel is. Ja, safety first. Safety first. En nog een keer zeggen dat het geen reistoestel is. Ja. Het is een machine. Ja. Kijk, de Jan stond er ook. Hij is al aan het zoeken achter Texel. En de flikken zijn touch and goes aan toe. De rak en handjes, kijk. Rak en handjes van de politie. Voilà, zie. Rak en handjes van de politie. Ja, tjoep. Schoon gedaan. Allee, zeg, gasten. Tot in Texel, hé. Yo! Ja, gasten. We zijn er klaar voor. Yo. Alles geladen, iedereen erin. We zijn klaar voor Texel, baby. Yeah. We see you there. Bye-bye. Yo! Je bent nooit, je rot nooit, hoor dat me zin. Texel. Ja. We bent gehaald. Texel in de house. Ja, Texel in de house. Het was redelijk goed weer. Af en toe wat scatter clouds, maar we zijn er geraakt. Nice landing from the pilot in command. Ja, gewoon pen te drinken. En de andere net al dust. Ja, net dust. Dust, ja. Dat vertelt veel hoe dat we naar hier gevlogen zijn. Maar ja, goed, kijk. Je ziet, we zijn geland in Texel. We gaan de formaliteiten in orde brengen. En dan gaan we weer hilarische filmpjes maken over hoe zet je een 2-second stand in 10 minuten op. No. Tot ze biedt, hé. André. Ja, we zien je nog een bal. Hij is alweer in mijn oren. Allee, aan het praten. Of je wilt er toch alweer in laten. Jij gebruikt van mij, Zeg, kijk eens, we zijn weer hier. We hebben de formaliteit nog juist in orde gebracht. En zoals je kunt zien, hier staat het 2-second standje van de Kim en ik. En daarnaast een groot standje. Ik weet niet wat die mensen wat ik roep. Maar misschien gelijk Tim, de diagonaal. Maar kijk, we zijn weer hier. Op Texel, klaar voor de fly-in. 2 dagen, cinema fly-in. Achter me is al bezig met het schermen, want vanavond is er blijkbaar drive-in. En morgen is de fly-in. En ook, nu gaan we het gewoon eens zijn. Morgen gaan we proberen te vliegen van Texel. Ja, al langs heen en over de Waddeneilanden. Ja, de Waddeneilanden, tot in Germany. Germany? Ja. Germany, naar Wangerooge. Wangerooge, ja. Ja. Dus dat is het plan voor morgen. Dat is voor morgen. Deze dag. Nu gaan we ons een pintje verder drinken. Nee. En we gaan dan straks kijken of we in de kook
praten, maar voor dat zeker niet. Later vanavond. Ciao. Bidjahel. Minder een Texel. Ja. Een hele knoop. 30, nee, 15 knoop. 15 knoop. Kusting. Klein beetje kusting. Toetoe. Kijk naar de Jean. Ja. Flappering. Nee. Is de flappering jacket, hè. Very windy. Maar, het is hier wel fris aan de vis. De Jan had overleefd. Momenteel, nog altijd in de tijd. We zien niet in de eerste. Het waren natuurlijk een paar Hollanders. Die waren ons wel. Het is een tweede tentje. We hadden nog altijd een probleem mee. Dus, allez. Karels, het is niet gezeverd, veel te vroeg, maar veel te vroeg. We zien hier een tweeën vannacht. Arriveert. Doe het, oh, gearriveerd. En zeg niet joe, we hebben hier weer de locals kwaad gekregen. Oprotten jongen. Oprotten jongen. En het is nu, hoe laat is het nu? 6:33 Lokale tijd. 6:33 Lokale tijd. Lokale tijd. En we zien niet in twee toekomst. Dus we moeten rekenen doen dat het is niet lang. Hè. Maar ja, laat het als anders zeggen. De zon schijnt wel al. Kijk, kan ik kijken of dat kan tonen dat je onder. Voilà ze. De epic views. Een beetje opschuiven. Een beetje opschuiven. Kijk, dat zonnetje. Jesus is watching. Ja, ja. Halleluja. Halleluja. Voilà. Minuutje. We gaan dat spel hier weer draaien. Voilà, zie. Ja, ik kon er toch een keer uit moeten. Maar ik moet eigenlijk naar de wc. Zeg. Tot later voor een update. Allee, gisteren hebben we dat niet meer gedaan. Want we waren er niet meer toe in staat. Dus misschien gaan we vanavond wel een update geven bij de film. En nu de volgende missie. Oei. Is... ontbijt vinden. Ja, dat is ook zoiets. We moeten een taxi pakken naar de Koog. Dat is hier een achttal kilometer van. Dus als we een butterkoeken gaan willen, had dat een eindetje erin zien. Maar voor alles is er een oplossing. Kim, ga met de velo. Nee. Nog Hunter. We hebben al elektrische velo's gevonden. Ja. Trekken velos. Goed, zeg gasten, tot een beetje later op een dag. Yo. Goedemorgen. Ja, we zijn wakker, eindelijk. Zeg, Karels. We zijn dus gisteren geland. We hebben hier dan een taxi gepakt naar de Koog. Taxi attent. We hebben ons door een heel klein beetje laten gaan. Klein beetje mooi. We zijn niet in tweeën toegekomen. We hebben dan de melding gekregen dat we moesten oprotten. We hebben dat dan ook mogen doen. Jan is al wat een rat op. We vonden de neergang van Pling niet. Maar, een heel belangrijk gegeven. Ik weet niet of je nog andere dagboekjes herinnert. We hebben altijd een duts. En wel, je gaat nooit niet geloven. Kijk een keer daar. We gaan een keer een klein beetje draaien. Weer al een duts. En waar staat weer? Daar. Ja. Die Dutchers vindt, ze blijven ons achtervolgen, dus hebben we beslist om van nu toch een keer naar Hunter te gaan en een keer te gaan zeggen wat we ervan pezen. Goed? Duitsland, ben van. Ja, nu, aangezien dat restaurant blijkbaar van die jaren niet open is en we een klein technisch mankementje. Ik ben er niet aan gepeest om eigenlijk eten mee te brengen. De dichtstbijzijnde bar is in de Koog. 8 kilometer. We zijn hier wat velo's, maar ik zie dat niet zitten. Dus we gaan een keer gaan kijken wat dan de paras ons kunnen aanbieden. Allee, zeg, gasten, ja. Tot ze bitte. Tot dan.
Goose. Hallo. Ja. Oké, okay, we zijn geland in, hoe noem het weer? Wangerooge. Wangerooge. En we willen toen wordt dat juist te licht. Ja. Verre weg. Moet je nodig ergens heen? Twijfel niet en kijk meteen op de kaart. Dus, kijk maar wat ik het doen. Wij hebben gevlogen, wat zie je daar? Ja. Ja. Van Texel ligt ergens naast de kaart. Ja, he? Naast de kaart. Langs heen en over de Waddeneilanden. Ja. Zie je? Mooi, langs de schitterende beelden gemaakt. Geweldige beelden gemaakt. Schitterend. Langs heen en over alle Waddeneilanden tot de laatste waar dan ik er land eigenlijk, in Duitsland. Wangerooge. Ja. 850 metertjes lang. Ja. 6 feet elevation. Ja. Heel mooi pleintje. Ja, kan ik het doen. Dat mooi pleintje. Kijk, Jan is ook mee, hè, maar je stikt hem af en toe weg. Ja. Je zegt dat hij niet fotogeniek is, maar het is ook geen foto dat me trekt, niet? Het is film dan doen. Kijk. Morgen. Hallo. Dornier. Ze doen hier commerciële vluchten met de Dornier. Schoon, hè. Daar. Prachtig. Allee, zeg. We zijn er van het wat eten hier, want we mogen hier pas om 15 uur een lokale tijd terug vertrekken. Dus aangezien dat we nog niet ontbeten hebben, gaan we dat nu doen. Zeg, tot straks, hè. Dag. Yo! Media hell! Hier zijn we. We zijn ondertussen geland in. Wat was het weer? Wangerooge. Wangerooge. En we hebben gegeten. Dat hebben we dat juist ook al verteld. Hey. Maar nu lopen we. Minder banen. Want je ziet hier. Maar moeite tot ons. Hennen om zes. Duizend en hier hennen pritten. Je ziet die hennen staan of het zijn auto's die gebruikt worden. Ja, wat kijk, wacht. Kijk, doe ik kijk. Een 360? Een 360 draaien. Voilà. We lopen dus down memory lane. En je ziet, vindt, dat is hier klote dood, hè. Een paar roeden vandaag. Met zo'n benidormbastard. Ja, karreken. Niet onderschat, hè. Niet onderschat. Heel gevaarlijk. Oei, kijk. Pellos. Ze rennen die velen met de fiets. Ja. Kijk ze. Hopla, blauw fiets. Ja. De jeugd van Gene is hier ook. Dus, auto's is hier niet. Of het zijn auto's die gebruikt worden om de mensen van het vliegveld naar ik weet niet waar te brengen. Een hotel of een motel. En we zijn nu dus op wandel. We gaan dus een kilometer wandelen. Ja, oh ja, je weet dat nog niet. Maar ja, Jan zegt dat het een kilometer is, dus we moeten er zeker een kilometer naar betalen. En we gaan kijken of we hier ergens een cherry swirl of een crème kunnen nemen. We gaan eerst van Pling naar het strand. Ja. Toen langs het strand. Maar dan zijn we die banen gepasseerd, wij voor het strand. Maar dat maakt niet uit. We gaan wel nog strangen tegenkomen. Allee. Zeg, we gaan eerst een beetje wandelen voor die schnitzel dat we juist op gegeten hebben, eraf te werken. Schnitzel. Voor mijn maat, he, Tim. Tim heet haar het schnitzel, dus het is in memoriam voor Tim. Omdat, ja, Timmeke. Ik heb een schnitzel gegeten met, ten ere... paddenstoelen. Van Jon, ja. Mushrooms. Mushrooms. Ten ere van Jon, maat. Allee, zeg. We come back a little bit later. Bye. Ja, we hebben een keer Thailand wist gaan verkennen. Wat er ons hier geweldig opvalt, dat is dat er hier geen enkele auto rit. Maar dan ook geen één. Maar heel rustig, schone, ja. Mooi strand, lekkere crème. Een utopia van de filmmaker. Ja, het is een gat in de markt. Ja. Verkoopt hier elektrische fietsen, begint hier zaken en je zit binnen voor de rest van je leven. Ja. Kassa. Moet er wel kunnen mee leven dat er hier geen enkele schone vrouw rondloopt. Nee. Ik weet dat de gemiddelde leeftijd hier zeer 50 plus is. Ja. Zeer. Maar het is een schoon pling. Hé. Kijk. Een morantisch. Het enige nadeel is dat je hier vatten in één moet landen en niet vatten drie kan vertrekken. Maar het is heel mooi, plezierig, een aanrader. Wat er hier ook niet ver van is, is Helgoland. Maar we gaan dat nu niet doen, want we hebben zwemvestjes mee. De volgende uitdaging. Dat is de volgende uitdaging. 480 meter of iets in die noord. De langste piste is 480 ja, meter. Ja, dus op dat een, is... elevated. Hè? Ja, elevated. Dus dat is de next challenge voor de TYK crew. Hè? TYK.
Dan zegt hij, oké. Okay. Ja, en nu is het dan aan Captain Le Bon. Ja, om nu, de terugvluchten te doen. Nu ga ik de terugvluchten doen. Het is top dat dat allemaal goed verloopt, dat we geen rare dingen doen. Maar ja, dat komt allemaal wat snor. En anders kunnen we ons verdrinken, sebit, tijdens de cinema. Ja. En de Jan, kijk, die zegt nooit niet. Jan is aan het genieten. De Jan blijft toch gewoon rustig zitten. Geniet van de rust, hè. Van de rust, ja. Ziet ze. Maar pas op, Peter. Ik pijs dat... Telewaters. Ja, diepe grond, nee. Ja. Ik denk dat Jan hier zijn een dag gaat komen verslitten. Ja, dat vind ik ook. Dat goed. Zeg, we zijn er gereed voor. Nog een minuut of 10. En we mogen hier afzetten. En dan zien we jullie terug op Texel. Back to Texel. Back to Texel. Voor een stukje live via Facebook. Yes. Allee, tot ze biedt. Langs de Waddeneiland, prachtig, prachtig. Natuurlijk, ik heb hier al de chance. Ik heb hier in 2 dagen de wind op de kop. Hè. Ja. Dus ja, ja. Maar ja, goed, dat zijn dan meer uren in mijn vliegboek. Dat maakt allemaal niet uit. Kijk, de CPO staat ondertussen terug op zijn vertrouwde plaats. Weet je wie dat er hier ook is? We gaan dat ook een keer doen. Daar zijn we, hè. Wacht. Een beetje draaien, nog een beetje draaien. Turkeneter. De Turkeneter. Daar. Dat. Die vlieger. De Delta Echo Papa Delta Hotel. De Luftwaffe. De Luftwaffe is hier ook. Turkeneter met zijn vrouwenlijnen. Ja, kijk, we zijn weer terug aangekomen. We gaan kijken om de administratie in orde te brengen. En ja, de administratie in orde is, dan gaan we er kijken voor ons te installeren. Karels, daar is hem. Daar. Kijk, de rest is hier ook. Kathleen en Dirk van de Delta Echo Papa Delta Hotel. Ook aangekomen in Texel. En wanneer je weer Marien dronken hoort, hier ze. Hust, hé. Dit meer. Hust is hier ook. Allee, zeg, we gaan lekker eten. Kijk, het restaurant is niet open. We kregen rist met... Alternatieve maaltijd. Met iets dat misschien niet eten gaat zijn, maar we zullen wel zien, hé. Allez, ja, tot ze biedt. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag 2. Of eigenlijk dag 3. Ja. Aan mijn vrijdag meetalen. Dus ja. Ochtend 2. Maar ik heb echt niet goed geslapen. Het was bijna goed vannacht. Die net die dan nog heel die tenten verhast met die deo-spray. Ja, voornaam. Ze plagen in een chemische schoenfabriek. Ah, Maya. Ja, die heeft een chemische uitstoot gedaan van illegale. Ja, maar dat moet ook. Dat moet ook. Maar goed, enfin, zoals je misschien ook kunt horen, er is nog altijd veel wind op Texel. Ik weet dat die niet anders is, dat er hier altijd veel wind is. Ja, de zak hangt nog altijd strak. De zak hangt nog altijd strak. Maar... We kunnen dat ook zelf zien, daar zijn Angoes. Angoes, ja. De mascotte van TYK. De mascotte van TYK, Goes, die stond ook nog strak.
Dus ja, kijk, we zijn minder zin dan gewassen. We zijn altijd te vroeg volgens mij. Ja. En we gaan nu zonder te wachten op de rest, was moet maar weten. Ja. Gewoon niet. En? Oh. Kom naar de Texel Fly-in. Heeft zo zijn voordelen, want wij zijn de gelukkige winnaars. Ja, we zijn de gelukkige winnaars van een Skoda Octavia. Of ja, yes. We weten dat eigenlijk nog niet. Ja. We moeten de auto nog zien. De auto moeten we nog zien te winnen. Wanneer gaan we op? Op het moment dat we de sleutels al hebben. Ja. Goed. Allee, zeg gasten. We komen straks nog wel een keer terug. Vooraleer dan we vertrekken. We weten nog niet hoe laat dat gaat zijn. Maar op het gemakje, nee. No rush. Als je kunt zien aan de lucht, dat ziet er redelijk goed uit. En we keren terug via de binnenbanen. Ja. Dat is de binnenkant van de niet langs water, maar we hebben water genoeg gezien in die twee dagen. Ja, ja. Winder gaan we niet. Tot ziens. Yo. Een 2-second stand-up in een half uur. Puntje 1. Je moet dus in de tent de lappekus naar buiten trekken. En als de lappekus naar buiten zien, dan plooit die tent waarschijnlijk een beetje topen en moet je de rode dingetjes in elkaar kleden. Tot zover deel 1. Deel 2. De hele dingetjes in elkaar kleden. En dat is het gemakkelijkste gedeelte. Dan komt het moeilijke gedeelte, deel 3. Dan moet je die tent naar beneden duwen, in de nachten en het openplooien. Dat zijn 3 handelingen dat ik moet kunnen doen. En ik heb maar 2 jaar samen. Dus dat gaat niet gemakkelijk zijn. Dus, demonstratie 1. Ze hebben nog een piket in, dus we gaan dat best uittrekken. Ja, 3, 2, 1, ja, go! Let goed op. Moppen 1. Amai. Kan niemand dat liken? 3 minuten bezig. Dat 2 seconds stand, die noemen ze dat. 2 seconden. Hè. Oei, zie ik, ik was juist bezig. Ik weet het eigenlijk niet. Dat is niet jong. 1, 2, 3. Ja. 4 minuten bezig. 4. Kom, hè. 1, 2 seconden. Godverdomme. Ja. Dat hij niet losspringt aan je hoofd. Maar mijn vingers zat er tussen. Offer. Minuutje, hè. Bijna 6 minuten. Waar is de rest van die rode ding? Yep.
Voilà. Man. Ah. We moeten nu nog in de zak krijgen ook. Wat ik veronderstel dat je dat niet goed opgeplooid hebt, dat dat te verzekeren ook niet goed. Alles kan. Koffie kan, melk kan. Ja. Zitten erin. Oei. Ja. Ja. Freedom. Hey, hey. Yo! Yo! We zien hier hé. Een van de laatste, voorlaatste dagboekjes dat we maken. We zitten ondertussen, zoals u kunt zien, al terug in de vlieger. Alles is opgeruimd. De tenten zijn weg. Camping kitsch is opgeruimd. Verlaten. Alles zit erin. Kijk, Jan is al aan het genieten van de zonne. Ja. Voilà, zé. Kijk. Je ziet dat hé. En nog een slagje zon aan het opdoen. Beetje zen. We zijn terug volgeladen. Binnen de limiet uiteraard. En ja, we're heading back for home. Hey. We gaan niet de kust volgen, we hebben water genoeg gezien. Ja. Dit weekend, we gaan het binnenland kiezen langs Amsterdam, Rotterdam. Binnenland terroriseren. Binnenland terroriseren, genieten van de bloemenperken, de tulpen. De beekjes. Uit Amsterdam. De beekjes, het IJsselmeer. We gaan het allemaal zien. En we zijn voorzien van in-flight. In-flight snacks en drinks. Drinks. Yes. I have a bottle of water. Zonder de vodka? Zonder de vodka. Van in-flight? Ja, want in die film is de piloot toch een heel klein beetje in een slechte hand. Maar hoor. Minder zin dan zo. Minder geen alcohol. Minder geen alcoholprobleem. Minder is juist een drankprobleem. Maar dat kan water zijn, want drank is drank. Hé. Goed, zeg kerels. Voilà zeg. De CPO. Is volledig klaar, getankt, olie zit goed, external is gedaan. Ja, reed om te vertrekken. Nee. Ik weet niet of je de windzakken zien, Hunter, ergens. Strak in de piste. Strak in de piste. We zijn klaar voor het vertrek. Tot in Kortrijk, jongens en meisjes. Ciao. Dag. We zijn terug in Kortrijk. Schoon weekend. Vol aviation fun is over. Maar ja. Goed, ja. Wat dat we gehad en hebben gehad. Wat we gehad en hebben gehad. En wat we gehad. Wat we gehad. En we gaan ook uitkijken naar de volgende. Ja. 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 De nieuwe uitdaging. De nieuwe uitdaging. Maar daar later meer over. Moet het gewoon is. To be continued. To be continued. Kerels. Tim. En al de resten. Wij wensen nu nog een prettige voortzetting van jullie leven. Nee. Ja. Wat ga je doen? Ik weet het niet. Ja. Nee. Serieus. Gasten. We zijn blij dat we weer in Kortrijk zijn. We gaan eten. Allee, alles uitladen. Eten. En nog een beetje nagenieten van het weekend. Ja, ja. En tot op het volgende. Ja. Flight avontuur. Vlog avontuur. Salut. Yo.